Nou, naast het oorspronkelijke boek Overleven op de K2, hebben we nu ook het dwarsliggertje. Een heel handzaam klein boekje voor de vakantie. Ik zal het even laten zien hoe klein die is. Als je mijn hand ernaast ligt. En het enige verschil is, hier zitten dus ook al die bladzijden in wat hier dus allemaal in zit. Alleen hier zitten natuurlijk ook nog kleurenfoto's in. En die zitten natuurlijk niet in het dwarsliggertje.